Tang, 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 tang. Mijn God, onze Tante Beril gaat momenteel viral op internet. Waarom? Ze geeft de Nederlanders even bijles wat het betekent om de Surinaamse opvoeding in praktijk uit te voeren. Mensen, lieve mensen, het is aan mij om jullie in stappen uit te leggen. Wat Tante Beril nou precies bedoelt wanneer ze zegt, ik geef je een vuist. Laten we kijken naar die video, want we praten niet al te lang. Overigens, ik ben find The Creator, ik maak content op het internet. We starten dat ding. Het programma is De Nieuwe Maan en Tante wordt een vraag gesteld. Heeft u het wel eens zelf meegemaakt dat een van uw kinderen zegt, mama, ik, uh, ik ga de straat op met een wapen? Met een wapen. Oh, nee. Oh nee! Ten eerste een compliment bij haar zit. U ziet eruit als een lid van de koninklijke familie. Hoe je hoofd zo mooi gebonden is, maar we gaan verder. Heb je die achterlijke vraag gehoord? Wat, wat? Oh nee hoor, oh nee hoor. Het, het, ah, het wil niet eens registreren. Maar goed, we gaan verder. Nee, sorry. Nee! Nee? Wat gebeurt er dan? Nee. Wat gebeurt er dan bij mevrouw uh, Elena thuis? Oh, mijn vuisten. Ze zegt je vuisten. En daarna gooit ze sorry. Die sorry is niet wel gemeend, maar goed. Uh, je vuisten. We gaan verder. Ik. Nou ja! Het is, het is strafbaar. Wel, en dat weet Kijk, En weet je, hier komt gelijk het stukje. waar we in cultuur in verschillen. Ze zegt: die vuisten komen op tafel. en vervolgens het eerste wat iemand roept: het is strafbaar. Hè? Het is een strafbaar feit gemaakt! Maar, maar, maar los daarvan: niemand, niemand hier, snap je? Hoeft een wetboek. Te, te, te reciteren of, of aan te halen. Want dan gaan we, Voordat je bij die rechter bent. En die rechter heeft mevrouw Beriel gezegd: Het is strafbaar wat u gedaan heeft. We weten allang hoe die toren is afgelopen. Maar om in het Nederlands te blijven. Uh, ze zegt: Ze gebruikt de vuisten. Mensen. Het is letterlijk een Surinaams ding. Wat deze vrouw naar het Nederlands heeft vertaald. Ja? In het Surinaam zeggen we. Mojiwan Kofu Klap. Ja? Kofu Klap. Je vuist, Kofu Klap, daar komt het vandaan. Dus dat is wat ze ergens zeggen: Jewang Kofu Klap, Want ze werkt met Kofu Klap techniek. We gaan verder. <laughs> het is de straf, ik, ik leef niet als een, een, leeft een niet Nederlandse norm. Ze niet als Nederlandse ook... norm. Surinams. Ja? Surinaamse norm. norm? De Surinaamse norm de, nee, de, nee, naam is gewoon met mijn vuist. Kiesonen. En uh, als ik je wat zeg luistert niet, ik ga gewoon... Ik geef okay. je gewoon als, ze zie, als Als, 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 als ze, er, ze, ze zegt wat en je luistert niet... Kijk, en dat is dus waar we heel fijn moeten luisteren wat tante ons zegt hier. Als je iets wordt gezegd en jij in je jonge brein besluit daar niet naar te luisteren... Heeft dat dus een consequentie. Was het kip eerder... Of die ei-eerder. Het maakt niet uit. Jij kiest ervoor als kind van een volwassen iemand om niet te luisteren naar de raadgeving van mama. Wat zeggen dat je? Dan roep je toch praktisch het op jezelf af. Dan veroordeel je jezelf toch tot een paar koffieklap, tot een paar vuisten. Ik denk van wel. Meppen. Sorry? Ja, sorry. Ja, maar het, en, en, maar, het maar, 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 Sorry, Marianne. Het is wer, 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 ja, wel relevant. Oh, oh het, het werkt, well, want tot nu toe ik nee, ben geen perfecte moeder. Nee, nee, nee. Het werkt. Maar het werkt, want mijn kinderen gaan yes. niet op straat met mensen, yes. ze lopen niet met mensen. Yes. Ze zijn de hele dag ook thuis. Ze ook yes. gamers, ze doen hun dingen als thuis. En als ik zeg dat je. En <in> als ik je zeg dat je. We gaan het even hier pauzeren. Luister. Die moeder zegt. Kijk heb hoeveel overtuiging ze daar aan tafel zit. En de verhaal vertelt. Ik geloof dat gelijk dat ze precies weet hoe wat. De kinderen doen het niet. Hoeveel mensen zitten daar aan tafel met alleen twijfels, twijfels, twijfels? Daarom zijn ze gechoqueerd. Daarom blijven ze vragen: maar hoe krijg je het voor elkaar? Het is een ver van hun webshow. Dus dus ze zeg zeg als, als, ja. als je ergens gaat naartoe gaat, ja. dan ik volg ze. Zo aan. Een of ouderlijke naartoe. verplichting. Volg mm. ze. Je, je kan ze niet op hun blauwe ogen geloven waar ja. ze zijn. Ja. En dan als ik ja. ga, die ja. poët, ja. kijk, dan zeg ik oh, Ja, ja. Ja, wat je doet. Oh, Ik heb een persoon van 17 jaar. Kijk gewoon op zijn rekening. Precies. Zo niet zijn bankpas, maar mm ze kijkt mee wat er gebeurt op die rekening. Dus u heeft een bankvoet. Wat ze hier zegt, is geen enkele bankpas van één van de vier kinderen. Kan gebruikt worden om, om, wat is dat ding wat die mensen doen? Die uh, gasten um, dan geven die gast, gasten geven hun bankpas af met pincode. Er wordt er geld opgestort, hun krijgen een klein deel. En, en, en die boeven gaan met, nee, kan niet, kan niet met bril. Binnen drie seconden weet je komt die paddoezers vandaan, het kan niet. We gaan verder. ze is in ieder geval niet nodig om te nee. Ja, nee, helemaal niet. Dat is gewoon een beetje, gewoon... Je zet mensen meer in hmm. schulden. Je zet moeders als mijzelf in schulden. Ze sluit nu even af met het je, idee om 2500 uh, euro te veel. beboeten ja. aan ouders waarvan hun kinderen uh, met mensen over straat lopen. Oké, okay, we zijn eigenlijk nog niet klaar, want jullie hebben nu gehoord over de koffieklap. Uh, om het hele verhaal compleet te maken, uh, de Surinamers en de Surinaamse opvoeding bestaat eigenlijk uit verschillende lagen, vier lagen van hoe we beheersing aanbrengen in het brein van je kind. De eerste is ik klap je. Ja, ik klap je. Dat is een, 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 je kan zeggen voor een jonge moeder of jonge vader die een eerste kind heeft, die nog zoekt naar de juiste balans, ja, dat, dat je wordt geklapt. Vervolgens, wanneer het klappen eenvoudig niet werkt, zegt mevrouw Beriel, snap je? En zo is het ook, dan krijg je de vuist. Is die klap. dat is de tweede generatie of de tweede, twee meest, meest houdbare vuist of uh, techniek die kan worden toegepast. Wanneer die koffieklap zelfs niet werkt, in combinatie met de bak edeklappen Dat is een niveau van die koffieklap. Snap je? Wat denk je welk niveau we daarna bereiken? Moch mars, Snap je? Letterlijk betekent ik kap je. Maar we gaan onze kinderen natuurlijk niet letterlijk kappen. Dus om die capje mars niet te gebruiken, dat politie wordt gebeld, bureau wordt ingeschakeld en zo. Hebben we. Op de derde plaats, een ander boskoppoe, dat is... Ik baks je! Ik baks. Jullie zouden denken, baks shop? Nee, het is baks. Ik baks je. Als je wordt gebakst, dan ben je eigenlijk al dusdanig ver dat er niets meer te redden valt. Um, want je komt bij het laatste en vierde, is dat je uiteindelijk in je graf ligt en het verhaal niet meer kan vertellen. Mensen, het spijt me heel erg. De Surinaamse opvoeding is zoals we in dit filmpje hebben gezien. We maken geen grappen. Ja, we maken geen grappen. Er zullen niet heel veel, heel veel mensen van Surinaamse afkomst worden beboet met die 2500 euro. Waarom? Het zijn niet die Surinaamse jongens die direct met die wapens lopen. Laat je niet misleiden. Het zijn niet die Surinaamse jongens die met die wapens rondlopen. Kijk naar de cijfers. Misschien hebben mensen het idee, maar het is niet het geval. Hoe dan ook, iedereen blijft veilig. Blijf veilig. Je wilt geen van deze vier disciplines op je dak krijgen. Ik zeg het je eerlijk. Ik ben Finder Creator. Ik maak content op YouTube. Ja, ja. Like en subscribe mijn pagina. Finder Creator, één woord. Abonneer. En deze broer ziet jullie de volgende keer. Ha! M'n